Goedendag en welkom bij Privé TV. Het regent felicitaties in Denemarken sinds Estefane Polman en Rafael van der Vaart via Instagram hun blijde nieuws de wereld inslingerden. Want de 33-jarige voetballer en zijn 9 jaar jongere handbalster verwachten een kleintje, het is inmiddels duidelijk. Maar er is meer te vertellen en daarom is hier Jan Uriot. Jan, welkom. Maarten. Wat is het snel gegaan met die twee? Inderdaad, en babynieuws is altijd leuk om te melden natuurlijk. Fantastisch. Van de zomer gaat het gebeuren, zo snel gaat het allemaal. Ja, en het viel ook niet mis te begrijpen, hè, aan die foto van Instagram. Nee. Ik bedoel, de vingers, het woord pregnant. Het is helemaal duidelijk, het gaat echt gebeuren. 100%. Maar ik moest wel meteen denken, Jan, aan de EK-finale die zij 10 dagen geleden nog gespeeld heeft met die Nederlandse handbalsters. Dus met al die harde ballen in het veld. Nou, inderdaad. Ik denk wel dat ze even gedacht heeft toen de ballen op haar af werden gevuurd van nou draai ik mijn kont er even naartoe en niet mijn buik. Dat bedoel ik. Heeft ze niet enorm risico genomen? Ja, dat heb ik me ook eens even afgevraagd. Dus ik ben maar eens gaan bellen met een verloskundige. En die zegt juist van nou, kijk, topsport en zwangerschap, dat is geen goede combinatie, maar sport en zwangerschap juist weer wel. Want dan moet je opletten. Hè. Nou ga ik een hele uitleg geven wat ik van de verloskundige heb meegekregen. Een stukje vrouwenlichaam. Ja, inderdaad. Nee, het is dus zo dat bij zwangerschap gaan de buikspieren van de vrouw gaan min of meer aan de kant. Mm-hmm. En het gewicht komt dan op de rug te zitten. En dus door te sporten kun je die rugspieren weer heel goed trainen, waardoor je dat gewicht weer beter kunt dragen. Dat is de uitleg die ik krijg. En dat is natuurlijk ook zeer aannemelijk. Ja. Dat ze een tandje rustiger gaat doen nu, dat is natuurlijk wel aannemelijk. En straks is het natuurlijk sowieso even uit de running. Dat kan niet missen. Zeker. Ja, ik heb begrepen van de verloskundige dat het toch wel een jaar gaat duren voordat ze weer op topsportniveau zit. Oké. Dus ze is er wel even mee bezig. Hoe voelt ze zich? Want ze zal nu een maandje of 3 onderweg zijn, hè? Nou, daar heeft ze enkele dagen geleden zelf iets over gezegd. Ik ben aardig fit. Ik heb me nog nooit zo fit gevoeld in een toernooi. Ik denk de ploeg ook. Ik denk dat we een beetje goed doorwisselen, goede krachten bespaard hebben. We hebben goede programma's. Dus ja, ik denk dat we er allemaal klaar voor zijn. Ik denk dat we nooit zo fit zijn geweest. Nou ja, lekker fit. 1 ding moet ze even niet doen, dat kreeg ik ook nog even mee. Diepzee duiken. Oh. Is niet handig. Want dat was moet plan. Je niet doen, inderdaad. Ja, gaat ze toch niet doen, denk ik hoor. Nee. Drukteverschil natuurlijk. Hey, is er gereageerd vanuit het Sylvie-kamp? Dat vraag je dan ook natuurlijk af. Ik heb begrepen dat Sylvie op vakantie is op dit ogenblik, heeft nog geen reactie afgegeven, maar ze heeft wel eerder iets gezegd over toen de Sabia zwanger zou zijn, weet je nog wel. Toen heeft ze gezegd, nou, Rafael is een geweldige vader, dat weten we inmiddels ook wel. En ik ben zo blij dat hij nu een tweede kindje krijgt, omdat dat het kindje is wat ik hem niet kon geven, omdat ik toen zo ziek was. Nou, dat zal nu hetzelfde zijn, ja. De reactie, dat denk ik ook. Jan, dankjewel voor nu. En tot die tijd dus een man meer situatie in het veld. Dit was Privé TV. Meer nieuwtjes en filmpjes op privé.nl. Graag tot snel. Dag.